Ja, het is zaterdag 12 oktober 2013 en ik ben hier in de Arnold-Asselbergstraat vlakbij V&D. En hier op deze hoek is de bloemenkiosk sinds kort weer in gebruik. Er was eerder een bloemenkiosk, maar toen is het misgegaan met de ondernemer die daar bezig was. En toen is het een lange tijd leeggestaan en nu is het weer gevuld. En dat is werkelijk een verrijking voor de omgeving, want het is weer fleur en bloemen en alles is mooi. We gaan strak een praatje maken met de uitbater. En eens vragen hoe het hier terecht gekomen is en wat hij allemaal van de toekomst van de bloemenverkoop op dit punt denkt. Goeiedag, ik spreek met Igor Palm. En ik ben hier in de bloemenkiosk aan de Arnold-Asselbergstraat tegenover de V&D. En Igor, wat zo interessant was, want lange tijd was dit een lege zaak, hè? Dat was niks meer te doen. En nou was mijn vraag, hoe lang ben je hier bezig? Ik ben hier nu vanaf 4 oktober bezig. Ja, want het ligt er niet om, want er hangt een hele grote poster achter je waar het op staat. Je bent vanaf 4 oktober bezig en je hebt dit eigenlijk weer nieuw leven ingeblazen. Ja. En was dat moeilijk om te starten? Nee, ik heb 15 jaar ervaring met bloemen, dus dan is het vrij makkelijk om mij te starten. Ja, locaties, ik moet het wel opbouwen, maar ik vertrouw daar wel in. In de locatie vertrouw ik, dus ik heb er wel vertrouwen in dat we hier ook goed kunnen verkopen. Ja, want je noemde net de locatie en over de locatie mag je hier natuurlijk eigenlijk niet klagen, denk ik, hè? Nee. Ik vind zelf dat het een goede locatie. Er lopen heel veel mensen hier. Ze parkeren hier zo. De bus stopt hier. Dus mensen zien altijd de bloemen staan. Vandaar dat we ook buiten een grote presentatie hebben met verse snijbloemen. En dan zien de mensen de bloemen, dan lopen ze langs en dan is het een impuls aankoop wat de mensen kopen. Ja, en het gemak is natuurlijk dat de auto vlakbij staat. Ja. Dus je hoeft er niet lang mee in de hand te lopen. Nee, je kan gelijk, als je uit de stad bent wezen winkelen, dan kan je een bloemetje pakken en gelijk de auto in en naar huis rijden. Ja. Maar Igor, wat me interesseert, hoe ben jij nou in de bloemenhandel terechtgekomen? Ik heb vroeger ook altijd bij de HEMA gestaan, in de passage. Oh, ja. En daar ben ik, toen ik 19 was, eigenlijk ingerold. De persoon die daar stond, dat is met de jaren een vriend van mij geworden. Mm-hmm. En ik wou toen werken. En zo ben ik in de bloemen gekomen. Oh, ja. En toen zijn we een winkel begonnen op de Wouwsestraatweg, waar vroeger de basismarkt was. Ja. Bij de... Tegenover de Peugeot garage. Oh, ja. Bij restaurant de Bloemkool daar. Ja. Hebben we een winkel gehad en nog altijd de HEMA. De HEMA, naast de HEMA en de Passage, dat was altijd een hele drukkere zaak. En daar heb ik eigenlijk het vak geleerd. Ja. En wanneer ben je zelfstandig gaan werken? In die jaren eigenlijk zijn wij meteen samen gaan werken. Oh, ja. Zijn wij samen gaan werken, dus dan deed ik het in compagnonschap met een compagnon van mij. Mm-hmm. Alleen die is helaas overleden, maar dat is nu alweer 9 jaar dat hij overleden is. En dan ben ik alleen doorgegaan in de bloemen. En nog steeds met veel plezier? Nog steeds met veel plezier, ja. Want zoals je al noemde, je andere handel, dat is de hoofdhandel daar op de Konijnenburgweg? Ja. Ja, de hoofdhandel is de Konijnenburgweg, maar daar verkopen we ook heel erg veel losse snijbloemen, maar ook heel erg veel tuingoed. Tuingoed, kerstbomen, dan zijn we wel gespecialiseerd ook in tuingoed, dat we daar heel veel verkopen. En dit zien wij als een punt erbij, als service naar de klanten toe. Dat de klanten niet helemaal naar de Konijnenburgweg hoeven te komen. Precies. Want we noemden het al, het is natuurlijk een prachtig punt hier. Veel loop, dat beter kan je niet wensen. Maar de Konijnenburgweg is natuurlijk ook erg druk, hè? Ja, dat is ook erg druk, ja. En ik kan me zo voorstellen, wat ik buiten gezien heb, dat staat er allemaal zo mooi en fleurig bij. Ja. Maar je moet ook inkopen. Ja. En dat lijkt me moeilijk. Waar haal jij je bloemen vandaan? Ik ga zelf naar de veiling. Ik ga naar de veiling in Bleiswijk. En dan ga ik in een normale periode 2 keer in de week veilen. En in een drukke periode gaan we 5 keer in de week veilen. Dat we altijd zorgen voor verse bloemen. Dus we zorgen altijd dat we het vers van de veiling vers. Dus de ochtends is het niet te koop. En dan zorgen we dan rijd ik naar de veiling 's ochtends vroeg. En dan ben ik meestal een uur of tussen 11 en 12 ben ik weer terug van de veiling. En die bloemen worden dan gelijk weer verkocht. Oh ja, dus altijd vers. Altijd vers. Ja, Igor, we hadden het zo net over de inkoop. Ja. En natuurlijk, dat lijkt me moeilijk om precies in te schatten wat je nodig hebt. Hoe doe jij dat? Door de jaren ervaring weet ik wel wat ik ongeveer kan verkopen.
En ja, dan is de veiling, dat is het werk met een klok. En dat is gewoon afslag. En dan koop ik mijn producten in. Ja. Dus, en daar heb je al genoeg ervaring in. Maar ja, klopt het nou ook, die uitspraak die zegt, vrouwenbloot, handeldood? Ja, vrouwenbloot. Als het heel warm is, dan gaat iedereen aan het strand en is niemand bezig met bloemen. Nee. En dan kunnen wij ook niks verkopen, of ja, heel weinig verkopen. Ja, maar veel minder dan? Veel minder als normaal. En dat is, dat is echt een gezegde van vroeger nog, maar dat is echt zo. Ja, dus eigenlijk een mooie zomer is voor jou... Nee, een mooie zomer is voor mij persoonlijk heel goed, maar voor de handel niet. Voor de handel is maar dan heb ik liever wel een mooie zomer, want dan kunnen we de rest van het jaar wel wat verkopen. Ja, natuurlijk, want zodra het dan herfst is... De ijsboer moet ook wat hebben. Alle ondernemers hebben dan wat. De strandtenten moeten ook hun geld verdienen. Dan mag het een mooie zomer zijn. Ja. En ik hoor dat van vele mensen nu ik hier een poosje in je winkel sta, dat men een groot compliment over heeft voor de uitstalling buiten. Hè? Ja. Je hebt daar echt iets moois van gemaakt. Ja, dat proberen we wel. Ja. En op een hoek hier in Bergen op Zoom die toch erg in het oog springt. Ja. Dus ik vind het heel belangrijk dat ik een hele mooie presentatie blijf maken. Omdat 90% van de mensen wat hier loopt niet koopt. Maar die wil ik later wel gaan kopen. Dat ze in hun hoofd hebben, daar kan ik een mooie bos bloemen kopen. Ja, precies. En dan hoeven ze nu niks te kopen. Maar als je het niet mooi presenteert, dan ziet het niet aantrekkelijk uit voor de mensen. En dan vergeten ze je snel. En daar wil ik voorkomen dat gebeurt. Ja, want dit staat nu allemaal prachtig buiten. Maar ja, als het allemaal verkocht zou worden, dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Dan had je vanavond niks meer op te raden. Nee. Maar stel dat niet is, dan is na sluitingstijd, komt er nog een heleboel werk op je af. Ja, klopt. Maar wij na sluitingstijd, deze bloemen verwerken we dan allemaal weer in boeketten. En die leveren we dan ook weer uit aan benzinepompen. Dan zijn alle bloemen weer verkocht. Ja. Ik koop het altijd wel zo in dat ik bijna zeker wel weet dat wij voor 80% alles verkopen. Mm-hmm. En de 20% wat we niet verkopen, dat moeten we helaas weggooien. Ja, daar is niks aan te doen. In de bloemen moet je altijd heel veel weggooien. Ja. En dat zal altijd zo blijven. Wat is nou de meest verkochte bloem, zover jij dat uit je ervaring kunt putten? De roos. De roos is de meest verkochte bloem. Ja. Dat is dan alle variaties die je daarbij kunt bedenken. De roos gaat het hele jaar door. En dan heb je de seizoensgebonden bloemen. De zonnebloementijd is net afgelopen en dadelijk krijgen we weer de amaryllissen en de tulpen. En zo heeft ieder jaargetijde wel de eigen bloem dat je veel verkoopt. Ja. Wij verkopen ook heel veel tulpen. Dadelijk, vooral met de vastenavond, wil heel Bergen op Zoom een bos tulpen hebben. Ja. En dat verkopen wij ook ontzettend veel. Mm-hmm. Dus dat vind ik zelf ook de mooiste bloem en dan verkopen we dat heel erg veel. Ja. Ja, en dan zoals we het al zeiden, je bent zelfstandig ondernemer, er moet wat verdiend worden, er moeten vele uren voor gemaakt worden. Dat is waar, ja. Maar je doet het nog steeds... Nog steeds met plezier. Ja. En het is ook, dit is wel een vak waar je met plezier moet doen. Als je alleen voor het geld zou doen, dan moet je er meteen mee stoppen. Ja. Want ja, natuurlijk verdienen we wel geld, alleen als je kijkt naar de uren wat je moet werken, wil je wat kunnen verdienen, dan moet je ook wel heel veel plezier in je werk hebben. Ja, maar dat brengt me automatisch op de vraag zonder dat je in detail hoeft te gaan. Maar dit moet je huren, deze locatie. Die moeten we huren. En die huur je van? De huren van de gemeente. Van de gemeente Bergen op Zoom. En was de gemeente Bergen op Zoom niet blij dat jij ze aandiende? Want... De gemeente was er wel heel blij. We hebben een heel goed gesprek met elkaar gehad. En de gemeente die wou hier echt ook een bestaande ondernemer in. Dat ze vertrouwen in hadden. En in mij hadden ze vertrouwen dat ik het mooi kon maken. Dat het een... goede uitstraling had en dat het gewoon een aanvulling tot het centrum was. En dat heb ik geprobeerd om te doen. Nou, daar ben je goed in geslaagd, Igor. Ja. En ik wens je ontzettend veel succes hier op deze locatie. Hartstikke en natuurlijk bedankt. Ook op de andere, maar je verdient het, want je enthousiasme, dat is groot. Dat ik hoop dat het veel geluk zal brengen. Oké, joh. Dank bedankt voor de uitleg. Dank u. Ik zag u iets al zeggen. 98. Ze was niet jong. Ik zie hem een ander zo Deze heb ik al wat kleiner, dat zijn de bruine. Maar deze bruine zijn bijna hetzelfde. En die grote kom jij niet meer aan, of wat? Ja, die grote heb ik van de week nog. Die heb je van de week weer? Maar dit zijn de bruine. Ja. Dus kijk deze. Dit is ook wel mooi. Dit is mooi met de... Maar jij komt ineens zo'n vast. Zo. Zo en dan zo. Je moet misschien wat twee vasten. Ik zal twee vasten doen.
maar ja, eentje met wat groene maat dan voor. Is het RBS was een hele mooie dienst gisteren. Is het RBS6 of waar wordt de puntjes onder? Ja, ik weet het. Nee, ik ben... vliegende reporter, hè? Ik ben zomaar eens even aan het kijken hoe Igor het hier allemaal doet in zijn, nou, in zijn zaak. Hij doet het voor hartstikke goed. Kijk, we komen wel meer bij hem. Ja. En ook toevallig dat hij hier zit. En dat we dan normaal op de boulevard daar komen lopen. Dus vandoor. En ik ken hem ook al enkele jaren. Dus je komt regelmatig wel een bloemetje bij Igor kopen. Nou, ik ken hem niet, maar ik wil ook wel een keer mee. Ja. Vandoor. Maar nou ben jij vandaag erop uitgestuurd? Nou, niet zozeer. Ik heb nog zo'n cadeaubon met wat al. Ja, nee, ja. Ik dacht gewoon met die tanden aan. En dan kom ik misschien volgende week nog een keer terug om een bloemstukje ervan ook te komen halen nog een keer. Ja, want het is niet alleen dat mensen zeggen, nou, je komt een bloemetje halen, maar je maakt ook nog iets moois van Igor. Ja, ja, we maken zelf ook alle boeketten, bijna alle boeketten maken we zelf. Bloemstukken, boeketten, trouwwerk, dat maken we eigenlijk allemaal. Ja, ja, ja. Het is niet alleen maar even snel iets in een vaas zetten en neem het maar mee. Nee. Het is al, bloemen is vrij bewerkelijk, dat we dat allemaal met de hand allemaal moeten maken. En er ook hier in het bloemetje, wat je maakt. Hij maakt ook wel een broodje, hè? Ja, want dat is natuurlijk. Gemaakt, dat wordt gemaakt. Ja, want dat is natuurlijk ook leuk, hè? Dat is ook wel heel belangrijk. Een praatje. Ja, maar ik vind zelf naar de klant toe gericht is dat ook wel heel fijn. Hè? Ja. Dat is toch een beetje klantvriendelijk en daar hoort er ook wel bij, vind ik persoonlijk. Dat hoort er wel bij, hè? Dat is erg belangrijk. Nee, tegenwoordig is het toch al van je moet allemaal op de regen. Bij die niet klantvriendelijk zijn, dan heb ik sowieso moest dat ook vermijden. Ja, nee, dat is... De klant is toch wel koning. Dat is persoonlijk heel belangrijk. En zo moet je het wel zien natuurlijk ook. En dat ontbreekt het tegenwoordig nog wel eens aan, hè? Ja, aan die klantvriendelijkheid. Dat vind ik wel, ja. Vind ik wel zo, die mentaliteit die wat dat betreft loopt wel een beetje achteruit. Ja. Dit was voor u zelf, dat is geen cadeau, hè? Ja, dat is gewoon... Ja, dan hoef je geen lintjes en alles. Ja, jongen, dat hoeft niet dat... Ik heb deze bonnen nog lekker liggen en dan ga ik zoiets om elkaar. Ik vind het zonde om die weg te doen. Nee, dat niet lappen, maar dan, ik zeg die mevrouw, ik zeg hier moet je kijken, ik zeg die bon is. Ik zeg, oh, dat misschien al een half jaar, al die lange in de laai, maar kom ik dat ding weer tegen ook? Nee, die is gewoon altijd geldig en dat is nooit een probleem. Duim op, dus oké, maar. Dit sowieso en dan nog iets van groen. Ja, oké, dan heb ik hier wel of zo'n takje. Ik zal, want ik zal de orchidee nog of een. Gaan we nog even pakken, dat we er drie even pakken, dat is wat mooier. Dat is goed. Ja, je moet ook veel fantasie hebben, Igor. En gevoel voor kleuren en alles en nog wat. Ja, dat. Maar met de jaren heb ik daar best wel veel ervaring in. Ja. Dan zie ik het dan wel. Ja, je bent ook vlug. Het gaat ook vlug, zie ik. Ja. Want als je over iedere bloem na moet denken, dan duurt het te lang natuurlijk. Dan is het wat moeilijker, ja. Moet je nog even een tasje voor u? Ja, doe even. Ja, doe even hoor. Zo. Dit is voor u 6 euro, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Heeft u misschien een euro bij? Even kijken hoor. Ja. Dank u. Denk ik vorige week gekregen. Heeft u vorige week? Ja, dan krijgt u nog eens. Okay. Als u dan de achterkant invult, dan is die, maakt u kans op een jaar lang gratis bloem. Is goed. Kan met dezelfde naam twee keer? Ja, dat kan. Maakt u twee keer kans natuurlijk. Oké. Okay. Ik trek er maar één aan. Ja. Nou, dat is wel een aantrekkelijke prijs, geloof ik, Igor, ja, hè? Ja, een jaar lang gratis bloemen. Een heel jaar lang gratis bloemen. Een heel jaar lang gratis bloemen. Is goed, dank u wel. Heel bedankt, hè. Tot ziens. Ja, oké. Hallo, deze mee. Ja. Moet ik even een moketje gemaakt? Nou, als je wilt. Ja. Ik ben aan het zo'n boeken, hè. Ja. Maar die ging ook een mooie moketje deze keer. Want
Il zei van hij gaat vertalen, ik kan het klaar opketten. Ja, maar ik zie toch dat het dat de losse bloemen een beetje. Ja? Ja? Ja. Oké, dat heb je al snel. Ja, dat dacht ik al. Ja, dat zag ik in één keer. Dan, toen we overgingen, dan wat kocht ik de losse bloemen. En kom daar ook door de familie. Oh. Vanaf volgende week staan we weer altijd met z'n tweeën en met z'n drieën. En je maakt er weer wat moois van, hè? Ja. En het is voor u zelf bestemd? Ja, het is voor mezelf. Dus je geeft jezelf een cadeautje? Ik geef mezelf gewoon een cadeautje. Ja. Maar je koopt regelmatig bloemen? Ja. Nou ja, ik hoop ze wel eens te krijgen, maar dat gelukt niet altijd. Maar... Igor en mijn zoon zeiden van, maar je gaat toch elke week nu wel naar Igor, hè? Yes, oh, ik woon ja. Hier aan de overkant. Ah, je woont aan de overkant. En mijn zoon die komt veel bij Igor. Ah, dus. Juist. Ik heb zijn broer in de klas gehad. Oh! Ook nog, ja. Ja, dat is al lang geleden. En daaruit concludeer ik dan dat je onderwijzeres bent of zo? Ja, ja. Steeds, juist. En is hij nog bang voor u? Igor heb ik niet in de klas gehad. Nee, dat was zijn broer? Nee. Dat is al heel lang geleden, hoor. Oh ja. Ik weet niet, hoe oud is hij nou? Lars is 33. 33, ja. Dat is net zo oud als Hilke dan. Ja, net zo oud als Hilke. Ja. Ja, ga ik voor mezelf gewoon... Nee, mijn man had vorige week heel mooi bekend hier. Ja. Dat staat nog hoor, met dat lila en dan zo'n hortensia erin en van die lila. Maar die hadden we ook, die hebben wij ook zelf gemaakt. Vorige die week had je zelf ja, die hadden we zelf. Maar ik kan zaken doen met een bedrijf die dan die kleur zat maken. Erin, dat pak, die. Ja, ja. Weet je, dat ja, en dat, die donkerder. Ja. Heel mooi. Die was van het fort, hè? Een roosje, een roosje daar aan in de bocht. Die heeft het maar heel kort in zitten. Ja, het was heel kort. Maar jij hebt tenminste buiten bloemen, die hadden alleen maar een paar van die kortjes en dingen. Het komt niet alles, maar dat is niet erg, dan gaat het weer. Volgens mij was het meer, dus ik doe er ook eentje meer bij. Nou, hartstikke bedankt. Zo doen we dat, hè. U bedankt. Nou, veel plezier. Veel plezier van de bloemen. Ja, je hebt net voor een klant weer iets moois samengesteld. En wat is het wat ik nou zie? Een klein toefje voor in een smal vaasje te zetten. Ja. Het zijn anthuriums met gewoon wat groen. Oh ja, maar dat ziet er heel leuk. Dat heb je heel snel allemaal weer voor elkaar. Ja. Nou, prachtig hoor. Ja, Igor, toen je hier begon, want ik zie hier die grote poster hangen. Hè, ja. Van 4 oktober 2013, de eerste 1000 klanten gratis bloemencheck. Ja. En dan als winning, 1 jaar lang gratis bloemen. 1 jaar lang gratis bloemen. Ja, dus... Ik heb 1000 checks uitgegeven, die zijn 5 euro waard. Wou ook als dat de mensen een gratis bloemetje bij me kunnen krijgen. Mm-hmm. En kerstavond wil ik, als ze dan de check inleveren met de gegevens... Dan wil ik kerstavond 1 bonnetje eruit trekken en die persoon die wint 1 jaar lang gratis bloemen. Zo. Je kan iedere zaterdag een boeket van 15 euro opkomen. Nou, dat is een prachtige prijs. Ja, dat vond ik ook. Ja. Dus even als een grote stunt om open te gaan. Ja. Je moet een stunt bedenken en ik vond dat wel leuk dat iemand er gewoon 1 jaar lang gratis bloemen kan krijgen. Nou, heel goed bedacht. Ja. En ben benieuwd wie er meer aan wordt. Daar ben ik ook benieuwd van. Ja. We zullen het zien.